Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Peter Bruinhoge, voorzitter van Axon, de Belgische beroepsvereniging voor kinesietherapeuten. Welkom meneer Bruinhoge. Goedemiddag David. Meneer Bruinhoge, om even uw organisatie beter te leren kennen, kan u wat meer vertellen over Axon, waar jullie voor staan, hoeveel leden jullie tellen en zo verder? Axon is dus de enige erkende Belgische beroepsvereniging voor kinesietherapeuten. Wij bestaan eigenlijk uit drie VZW's. We hebben dus een Vlaamse vleugel, dat is Axon Kwaliteit en Kinesietherapie, en een Franstalige vleugel, Axon Qualité en Kinesietherapie. En daarboven staat de federale koepel eigenlijk, en dat is Axon Physical Therapy in Belgium. De koepel gaat vooral dus de beroepsverdediging op zich nemen, dus waar we onze gemandateerden hebben in de verschillende commissies en raden op federaal niveau. En de twee vleugels gaan zich dan meer op de beroepsorganisatie toeleggen, voor directer met de leden vanuit de basis en ook dan ook de belangen van de kinesietherapeuten gaan verdedigen op het niveau van de gemeenschappen, zijnde ook het ministerie van Volksgezondheid op Vlaams niveau of het ministerie van Volksgezondheid op het Franstalig gedeelte van België of het Brussels hoofdstedelijk gewest. Momenteel bijna 6000 leden. Ja, elk voordeel geeft zijn nadeel, maar ook de coronacrisis heeft er toch voor gezorgd dat er toch meer leden dit jaar zijn aangesloten, omdat we ook bij die crisis van in het begin onmiddellijk hard zijn ingevlogen om onze leden, om de kinesietherapeuten te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke periode. En dat heeft ons geen windeieren gelegd, wat resulteerde in toch meer aansluitingen bij de beroepsorganisatie. In het begin van deze crisis hoorden we nogal wel eens de klacht dat paramedische beroepen, zoals de kinesietherapeuten, dat die vergeten werden. Vindt u nu zelf dat jullie te lang zijn moeten doorgaan zonder instructies van de overheid? Maar David, ik wil u eerst verbeteren, want wij zijn eigenlijk geen paramedisch beroep meer. En dat is sinds de 1995 met de wet op de uitoefening van de kinesietherapie zijn we eigenlijk, ja, tussen het medische en het paramedische balans. En dus ik vraag al dikwijls aan onze academische wereld, wat zijn we nu? Zijn we nu een medisch beroep of zijn we nu een paramedisch beroep? Maar wij neigen ook meer naar de medische kant dan naar die paramedische kant. Vooral ook omdat kinesietherapie momenteel in Vlaanderen toch een 5-jarige academische opleiding is. En het eigenlijk niet meer op het hogeschoolniveau zit, maar op het niveau van de universiteit. En daarmee neigen we meer naar de medische kant. Wat het begin van de crisis betreft, moeten wij zeggen dat dat was rond 14 maart, met de eerste signalen dat het toch in België hier toch ook de richting uitging van Italië en Spanje, zijn we eigenlijk een beetje aan ons lot overgelaten geweest, maar zijn we als Axon zelf de richtlijnen gaan uitschrijven voor de praktijken van hoe kunnen we dat hier gaan aanpakken, die dan later eigenlijk zijn overgenomen door Cienzano. We hebben de aanzet gedaan en eigenlijk op de vrijdagnacht, voordat eigenlijk de maandag dan alle praktijken dichtgingen, heeft Cienzano dat goedgekeurd en mee overgenomen. De grote vraag in het begin was van wat is nu de noodzakelijke dringende zorg die verder moet gebeuren en hoe gaan we dat gaan aanpakken, die dringende noodzakelijke zorg. En er zijn daar toch wel heel wat discussies over geweest van wat valt onder die dringende noodzakelijke zorg. Ik heb dan ook onmiddellijk een aantal universitaire ziekenhuizen gaan opbellen waar we goede contacten mee hebben, onder andere met UZ Leuven, van hoe gaan jullie die dringende noodzakelijke zorg, hoe gaan jullie dat gaan interpreteren? En op basis daarvan hebben we dan verder de richtlijnen gaan verfijnen, die dan ook overgenomen zijn door in een advies aan de minister De Blok over een advies die gevraagd was van wat is dringende noodzakelijke zorg in de kinesietherapie. En dan kwamen we vooral uit op patiënten met vooral respiratoire aandoeningen, vooral de chronische zieken dan, patiënten met COPD, mucoviscidose, die kun je geen maanden aan hun lot overlaten, want dan krijg je op een bepaald moment
onomkeerbare of onaanvaardbare degradaties van de gezondheidstoestand van de patiënt. En dat konden we echt niet maken. We kijken dan ook naar patiënten die nog maar pas geopereerd waren, enkele dagen voor de crisis, of de traumatische patiënt die een ongeval of zoiets gehad hebben, dus postoperatieve behandeling, die moesten toch opgestart worden, nieuwe knieën, nieuwe heupen. We hadden dan de patiënten met de neurologische aandoeningen, zoals ALS, post-CVA, multiple sclerose, tetra en paraplegie. Je kunt die mensen toch geen maanden aan hun lot overlaten. We wisten toen nog niet hoe lang dat die crisis ging duren. Chemopatiënten, idem. Palliatieve patiënten, dus dat was voor ons toch de dringende noodzakelijke zorg. En dat is dan toch wel een vijftal weken zijn we in dat kader blijven werken. Maar toen kwam eigenlijk ook vanuit de overheid het signaal van ja, die chronische patiënt wordt dan toch niet zo echt. De nood is er toch. We hadden ook een enquête van een bevraging van het Vlaams patiëntenplatform bij hun leden. Wat bleek dat 86% van de chronische patiënten, de chronische zieken, geen behandeling meer kregen. En dat was dan voor ons toch het signaal naar onze naar de kinestherapeuten, naar onze leden toe, van kijk, neem toch die noodzakelijke chronische zorg erop, anders gaat je, en wij noemden dat dan ook, gaat je collateral damage krijgen. Patiënten, ook die chronische patiënten met valincidentie, die gaan terug beginnen vallen. Dat zijn misschien dan die onderhoudsbehandeling van één keer in de week, wat spieroefeningen, wat bewegingsoefeningen. Ja, en het bleek al dat in de dienst geriatrie van ziekenhuizen verschillende patiënten terechtkwamen die, omdat ze geen behandeling meer kwamen, reeds valincidentie hadden met teruggebroken heupen en dergelijke. Dus dat is een veertiental dagen geleden is dat dan opgenomen geweest, die ook toch bij veel praktijken terug. En nu zitten we in de laatste fase, waar dus de niet dringende noodzakelijke zorg dan toch vanaf maandag 4 mei terug zal opgenomen worden. Ja, mits natuurlijk alle veiligheidsvoorschriften die er reeds van in het begin zijn. Maar als ik het goed begrijp, meneer Bruinhoge, dan is er toch een serieuze reductie geweest van het aantal behandelingen die jullie hebben toegepast. We zijn dan ook onmiddellijk gaan peilen binnen onze praktijken, ook eerst met een bevraging naar alle kinestherapeuten van in het begin van de crisis, van hoeveel zorg neemt je nog op, omdat we dat voor ons was belangrijk om te weten van ook naar budget van wat gaan we dan in deze periode nog gaan opconsumeren aan zorg in reële cijfers van het budget. En dan bleek dat toch maar 15% van de zorg is opgenomen geweest, toch in de eerste maand, toch tot halfweg april. Diezelfde bevraging, eenzelfde studie is gemaakt geweest samen met de Vrije Universiteit Brussel, waar we tot dezelfde cijfers kwamen. Was ook belangrijk dat we dat gepeild hadden, omdat we ook vragen kregen vanuit de Nationale Bank van wat is de impact van de crisis op jullie sector, dan vooral de economische impact. En dus op basis van de gegevens hadden we kunnen zeggen van kijk, dat is op 15% gevallen. We gaan de praktijken ook blijven monitoren. We zijn van plan om toch op 15 mei terug een tweede bevraging in samenwerking met de universiteit te doen, de tweede helft mei, om te kijken van hoe wordt die zorg nu terug herpakt. Want ja, er zijn ook veel patiënten die schrik zullen hebben om naar de praktijk te komen. We gaan daar ook alles aan doen om de patiënt duidelijk te maken dat het bij ons wel degelijk veilig zal zijn om de zorg terug op te nemen. En we gaan dat nog een aantal keren herhalen, totdat we zien dat echt die zorg en die terug massaal opgenomen wordt, of toch goed opgenomen wordt, dat toch de praktijken op een normale manier verder kunnen werken. Het budget dat niet opgebruikt is, dat kunnen we dan in onderhandelingen met de mutualiteiten en op het niveau van TRISIF kunnen we dan gaan zien van wat kunnen we met dat budget gaan doen. Dit is niet opgebruikt, kunnen we dan meenemen in de honoraria in 2021 of gaan we daar nu een vorm van, wij noemen het nu al een coronatoeslag misschien voor al het
beschermingsmateriaal die in de praktijken nodig is. Dat is toch een kostprijs voor de praktijken, die ontsmettingsmiddels, die sprays, de mondmasker dat we aanbieden aan de patiënt. Maar we spreken niet in een groot orde zoals de tandartsen, want dat is er toch wel wat over, denk ik. Wat zij als zogezegde coronasupplement noemen ze dat bij hun, want supplementen kun je enkel vragen als je de tariefakkoorden niet volgt, en bij ons volgt toch 83% van de collega's de tariefakkoorden, dus supplementen kunnen er niet gevraagd worden, maar misschien wel een coronatoestand. We gaan die vraag ook aan Trizy voorleggen, maar dat kan enkel maar mis dat er toch een volledige terugbetaling is voor de patiënt. Van de patiënt mag hier dan ook toch weer niet de dupe van zijn. 15%, dat is natuurlijk een serieuze terugval. Is er dan al sprake geweest van ook een soort van hinderpremie voor uw leden om het verlies dat zij geleden hebben in de periode dat ze zoveel minder behandeling hebben gedaan, om dat goed te maken? Ja, we zijn daar begin onmiddellijk in onze pen geschoten natuurlijk, om alle bevoegde ministers daarvan op de hoogte te brengen. Van kijk, die economische compensatie moet er ook voor de kinepraktijken komen. Er is een genderpremie op federaal niveau, het kabinet Ducarme. Dus zoals alle andere zelfstandige beroepen in België kunnen ze €1200 als zonder gezinslast en wat is het, €1600 met gezinslast, toch voor de maand april. Er is blijkbaar ook een verlenging voor mei, maar dan moet wel uw praktijk enkel nog verder doen met de dringende noodzakelijke zorg. In principe moeten 7 dagen achtereenvolgens dicht zijn als bedrijf of dergelijke. Maar bij ons is het wel met wij mochten wel verder de dringende noodzakelijke zorg doen en hebben toch recht op die hinderpremie. Daarnaast heeft het een tijdje geduurd, want eerst was er de premie dus van de 3000 of €4000 voor de kapperszaken en dergelijke en horecazaken die gesloten werden op Vlaams niveau. De kinestherapeuten vielen daar niet onder en na veel aandringen en communicatie met de desbetreffende Vlaamse overheid heeft het kabinet Krivits dan uiteindelijk een compensatiepremie van €3000 voorzien voor ook de kinepraktijken die dichtgegaan zijn of toch enkel de noodzakelijke dringende kinestherapeutische zorg deed. Kortlinks, nog niet zo lang geleden, nog maar een enkele dagen geleden, heeft dan ook de Brusselse regering een premie gegeven voor de collega's die woonachtig zijn in Brussels hoofdstedelijk gewest. Heel wat minder dan Vlaanderen, die premie. Hetzelfde voor onze collega's in Franstalig België. Die krijgen ook een vorm van premie waar ze nog bij enkel dringende noodzakelijke zorg. Dus het eigenaardige is dat op die 3 niveaus 3 verschillende premies zijn en dat er daar toch geen eenvormigheid in zit. Dus ja, dat is ook weer typisch Belgisch en ergens een beetje wereldvreemd. Elke kinestherapeut waar je nu woont, heeft dezelfde economische verliezen geleend. Maar ja, in een bepaalde regio krijg je een grotere premie dan in een andere regio. Voilà, dat zijn de economische compensaties die er zijn voor de praktijken. Goed. U verwees al naar beschermingsmateriaal dat uiteraard nodig is om verder te kunnen werken. En u zegt van ja, wij moeten dat nu als kinesietherapeuten zelf aankopen en dat vergoed moet worden, dat is nu een vraag van jullie. Maar geraken jullie vlot aan dat beschermingsmateriaal? Moeten jullie daar nu zelf de markten voor afschuimen? Of is daar de overheid ook al intussen gekomen? Wel, ik heb op een bepaald moment een persbericht uitgestuurd van de mondmaskers, / de maskers vallen af. Het was schrijnend om te moeten vaststellen hoe de overheid de toelevering van dat beschermingsmateriaal heeft aangepakt. De logistieke en de communicatie daar rond was een totale chaos. Van bij het begin
werd er ons beschermingsmateriaal beloofd voor die dringende noodzakelijke zorg. Ja, de ziekenhuizen hadden niets. Dus hoe konden wij dan iets gaan krijgen? Niks in de woonzorgcentra. We hebben een eerste lijst. Er kwam een eerste vraag vanuit de FOD Volksgezondheid. Kunnen jullie een lijst opmaken van de kinestherapeuten die dan toch die respiratoire aandoeningen en in combinatie met misschien die post-covid en respiratoire, dan moeten ze maximaal beschermd zijn. Dan spreken we over het mondmasker, een face shield, zeker een bril, handschoenen, het witte pak dat je op televisie ziet. Dus dat is heel wat beschermingsmateriaal. We hebben die lijsten doorgegeven. Ze hadden zich vooral gefocust op de kinestherapeuten die een bijzondere bekwaamheid hebben in de respiratoire kinestherapie. Dat is een vorm van specialisatie dus. We hebben die lijst doorgegeven aan de FOD. Blijkbaar hebben ze dan daar zelf nog aanpassingen aan gedaan. En die beschermingsmaterialen zijn naar die collega's gegaan. En dat was geen grote groep. En dan bleek het dat die meest werkzaam waren in ziekenhuizen. Dus die hadden daar eigenlijk geen nood aan, want die hadden dat vanuit het ziekenhuis. Daarna is een tweede vraag gekomen van, en dat moest allemaal via het Risk Management Comité passeren. En daar hebben we een tweede lijst doorgegeven aan de FOD Volksgezondheid. En dat vroegen ze van, we hadden een peiling gedaan naar de collega's wie zich wilde als vrijwilliger opgeven voor te gaan bij te springen in de frontlinie zijnde, in de ziekenhuizen, de woonzorgcentra of in de triagezones of in de schakelzorgcentra. Waren er 4000 collega's, dus een warme zorgreserve dat we samengesteld hadden. We hebben die lijsten ook doorgegeven en blijkbaar heeft het RISIF zich daar dan ook ergens mee gaan moeien. En uiteindelijk is toch de eerste lijn daar toch bevoorraad geweest. Nu deze week, we zijn 7 weken verder, begin van de crisis. Maar op die lijsten staan natuurlijk ook mensen die al lang op pensioen zijn, en dat is dan het RISIF, die overleden zijn, die staan er ook op. Dat is de Belgische administratie, zou je zeggen. Dus een totale chaos, ondanks dat wij al jaren als beroepsorganisatie, we zijn al jaren vragende partij, om een dynamisch kadaster op te maken van de kinesitherapie, waar dat we dus kunnen zien van wie werkt waar, in welke functie, loontrekkende, zelfstandige of een mixed statuut, met wie dat, in welke praktijken dat er samengewerkt wordt. Dus vooral een dynamisch kadaster, en dan was het eigenlijk zeer simpel geweest. Met één druk op de knop hadden we perfecte, adequate lijsten kunnen aangeven om die toelevering te doen. Maar ja, de overheid heeft daar geen oor naar. Ze willen dat dynamisch kadaster niet maken. Het is wel een punt dat we na de crisis op tafel zullen blijven werpen, want dat moet er dringend komen. Omdat, waarom wil de overheid dat niet? En dat hangt ook samen op het RISIF-niveau met, er zijn zogezegd 36.000 kinestherapeuten in België met een visum, een license to practice. Maar veel van die mensen zitten in een andere beroepsvorm, werken misschien maar halftijds, en toch, als er een tariefakkoord afgesloten wordt, moet een kinestherapeut toetreden of niet tot deze overeenkomst, en dan neemt het RISIF altijd de maximale cijfers van die 36.000. Ze nemen een 24.000 die daar zeggen van, ik treed toe of ik treed niet toe. We weten ook dat er daar al mensen tussen staan die overleden zijn en dergelijke, omdat er naar onze norm, naar onze tellingen en volgens ons databestand dat we hebben, zijn er eigenlijk maar een 12.000 kinestherapeuten in België die effectief moeten, dat dat een inkomen is, zijnde die behandelingen, dat honorarium, die binnen het RISIF-budget zit en niet de 24.000 waar er mee getaald wordt. En daarom wil de overheid niet dat er een exact kadaster komt. En eigenlijk is er dringend nood aan. Hoe kunt je nu ook in de toekomst gaan zeggen van naar 2025, 2030, we hebben zoveel kinies nodig in de ziekenhuizen, in de woonzorgcentra, in de eerste lijn, in de gehandicapteninstelling, als je niet weet van wie werkt nu waar. En toch gebeurt het. Het is allemaal natte vingerwerk.
U klinkt heel kritisch naar die administratie toe en u haalt terecht, lijkt mij, voorbeelden aan van waarom dat een katuke administratie in crisisgevallen zoals nu gevolgen draagt aan wat er fout loopt. Zijn dat zaken waar dat jullie als beroepsorganisatie nadien heel hard op tafel gaan slaan en zeggen van dit kan echt zo niet meer, dit moet veranderen? Ja. We hebben dat nu al gezegd, we hebben een to-do-lijstje gemaakt van kijk, dat dynamisch kadaster moet er komen om dergelijke chaotische distributies te vermijden. Eerste punt. Tweede punt, de communicatie met de FOD Volksgezondheid en de Federale Raad voor Kinesietherapie, dan de administratie die ons daar moet in ondersteunen, die communicatie was ook verre van efficiënt en in orde. We hebben daar gisteren tijdens de dag nog het laatste staaltje van gezien. Waarom is dat? Omdat iemand die daar op die administratie zit, op de FOD Volksgezondheid, die administratie moet verzorgen, dat is geen kinesietherapeut, die geeft geen voeling met het beroep, dat is een andere, die is oftewel verpleegkundige, oftewel een psycholoog of wat, maar die heeft geen voeling met het beroep. Hoe kun je dan bepaalde teksten gaan uitschrijven van een advies om terug de ambulante zorg op te nemen als je niet weet wat het beroep inhoudt? Dus eigenlijk gaan we ook daar op aandringen dat er daar iemand die ons daar bij ondersteunt in de federale raad, dat zeker een kinesitherapeut is die heeft of voeling heeft met beroep. En dan op het niveau van het RISIF, buiten de grote baas zouden we zeggen, meneer de Kok, die wel efficiënt handelt, vinden wij dat de rest van de administratie alles op zijn beloop laat. We zijn nu, we hebben een maand geleden de vraag gesteld aan de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit, dus het RISIF, van we moeten toch een speciaal honorarium hebben met een toeslag of met een pseudocode voor die post-covid-patiënt, want post-covid-patiënt heeft zware kinesitherapie meestal toch als hij een drietal weken aan die beademingsmachines heeft gelegen, heeft hij zeker kinesietherapie nodig. Ze zijn totaal verzwakt in de spieren. En als ze dan 25% daarvan geeft, dan ook nog zware respiratoire problemen, dan moeten die zeker 2 behandelingen per dag krijgen. Dat staat momenteel niet in onze nomenclatuur, want alles draait rond de nomenclatuur. We vragen nu al een maand aan het RISIF van, kunt je daar een financiering, een honorarium op kleven? Er is vorige week een digitale meeting geweest met de Technische Raad voor Kinesietherapie. Maar daar ging een rapport van gemaakt worden, er ging feedback van komen. Ja, we zijn nu een maand verder, we weten nog altijd niets. Er is vraag vanuit die schakelzorgcentra, waar dat is between tussen het ziekenhuis en de patiënt die terug naar huis gaat, worden daar patiënten behandeld. We weten langs geen kanten hoe dat we die patiënten moeten, die honorering moeten doen. Ja, dat is toch geen manier van werken. Hè? Er moet daar toch sneller en accurater op gereageerd worden. Het enige dat snel gegaan is, dat is omdat meneer de Kok dat in de handen genomen heeft. Dat is het tele- en videoconsult dat we in het leven hebben geroepen, zoals ook bij andere zorgverstrekkers. En dat was wel in 14 dagen zat dat op de rails. Meneer Bruinhoge, jullie leden, alle kinesietherapeuten, die staan natuurlijk ook heel dicht bij de patiënt, letterlijk zelfs, want zij komen fysisch in aanraking met de patiënt, zeker bij post-covid-patiënten moet dat toch behoorlijk wat stress met zich meebrengen en moet dat inwerken op de kinesietherapeuten. Krijgen zij daar psychische ondersteuning voor? Vanuit de beroepsorganisatie hebben wij dat nog niet opgezet. We zijn er wel van plan, maar de meeste collega's die daar nu in aanmerking, die daar nu dichtbij zijn bij die post-covid-patiënten op die covid-patiënt zelf, dat zijn de collega's werkzaam in de ziekenhuizen. En in bepaalde regio's worden ze toch ook voor die revalidatie momenteel nog altijd in de ziekenhuizen gehouden. En daar hebben ze psychologische bijstand, zoals de andere zorgverstrekkers die daar dicht bij die patiënten staan, van hoe dat ze daar moeten mee omgaan, hoe dat ze met die patiënt moeten omgaan, hoe dat ze het verwerkingsproces, want we hebben wel een
contact gehad met een collega die ook op die IZ-dienst staat op staat van een bepaald ziekenhuis. Heeft zijn gevoelens en hoe erg het is om daar toch die overlijdens en dergelijke, hoe dat die patiënt, het afzien van die patiënten heeft daar dat toch ons overgemaakt om te zeggen van er moet daar ondersteuning komen. En wij gaan nu, dat gaat nu de komende weken, gaan die post-covid ook in de praktijken komen. Er zijn er al een groot stuk naar huis die ook 3 tot 4 weken aan beademingen hebben gelegen. En er komen nu een aantal post-academische navormingen, webinars dat we met UZ Leuven gaan organiseren om collega's daarop voor te bereiden of te laten, alleen de ondersteuning van hoe ik psychologisch om met dergelijke patiënten. Maar een kinestherapeut is van opleiding daar toch al ook mee geconfronteerd, hoe dat hij dat moet aanpakken eigenlijk. Wat we vooral moeten doen binnen die eerste lijn, dat is als de zorg nu, ook de niet dringende ambulante zorg terug opgenomen wordt, dat we ook patiënten gaan moeten overtuigen dat het bij ons veilig is om naar de praktijk te komen, dat alle eigenlijk beschermingsmaterialen aanwezig zijn, want veel patiënten ook met immuniteitsziektes en dergelijke hebben echt schrik om buiten te komen, om naar die praktijk te komen. En dat gaan we onze patiënten ook moeten duidelijk maken, dat het bij ons ook wel veilig is, dat er weinig, dat er bijna geen kans is op een besmetting van COVID. Een laatste vraag. Dagelijks wordt er applaus gegeven om 8 uur voor iedereen die in de zorgsector staat, voor iedereen die vecht voor de patiënten en voor wie getroffen is. Doet zoiets nu echt deugd? Helpt jullie dat om dagelijks eens te voelen van de mensen appreciëren wat we doen? In het begin vond ik dat, de burger in de straat kan dan natuurlijk niet weten hoe dat de overheid dan toch omgaat met bij ons dan het toeleveren van die beschermingsmaterialen. 1, 2, de onderhandelingen met de overheid dan om die tele- en videoconsult en al de rest. Dan zeggen van ja, ze staan er wel te applaudisseren, maar eigenlijk, ja, maar de burger kan er niet aan doen. Eigenlijk gebeurt er te weinig voor die zorgverstrekker dan. Vond ik het een beetje, langs de ene kant apprecieerde ik dat ze dat wel doen dan echt voor die zorgverstrekker die echt in die vuurlinie, in die frontlinie zit. Maar ja, dat doet wel iets, maar dat was dan ook meer voor mijn dochter die zelf verpleegkundige is, om te zeggen van kijk, dat is de steun dat je krijgt vanuit de maatschappij voor hetgeen dat je al jaren doet. Hoe zeggen de zorg in België of de verpleegkundigen, die zijn ook al jaren ondergefinancierd. De lonen liggen ook al jaren te laag. En dat wil ik toch wel een keer meegeven. Vond ik zeer schrijnend wat met die woonzorgcentra gebeurd is. Dat vond ik niet kunnen. Ze hebben die bewoners eigenlijk in een echte quarantaine geplaatst. En dan hebben ze wel het zorgpersoneel er naartoe gestuurd zonder enige vorm van beschermingsmateriaal. Die bewoners zijn stuk voor stuk besmet door de zorgverstrekkers omdat ze geen beschermingsmateriaal kregen. Ik vond dat eigenlijk een vorm van georganiseerde massale slagpartij. Ik kan er echt niet over wat er daar gebeurd is. Als je dan hoort dat er in sommige van die woonzorgcentra de mondmaskers nog altijd achter slot en grendel zitten, dat begrijp ik niet goed. We horen hier een duidelijke oproep naar de overheid. Dit is heel duidelijk dat er moet aangewerkt worden. Meneer Bruinogen, dank u wel dat u dat even allemaal onder de aandacht wilde brengen en dat u onze luisteraars wou wijzen op toch nog een aantal zaken die zeker voor heel wat verbetering vatbaar zijn. Beste luisteraars, dank u wel dat u weer geluisterd hebt naar deze podcast. Luister zeker ook naar onze andere afleveringen en we hopen u graag een volgende keer terug te mogen begroeten. Dag! Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio
of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.